Het idee dat de darmflora mogelijk bij de ziekte van Parkinson betrokken is, is eigenlijk allereerst ontstaan door goed naar Parkinson-patiënten te luisteren. Als we dat namelijk doen, dan komen we erachter dat, ook al denken we bij de ziekte van Parkinson vaak aan bewegingssymptomen, zoals trillen en traagheid en misschien ook stijfheid van de spieren, dat dit niet de enige symptomen zijn waar Parkinson-patiënten last van hebben. Vaak hebben ze ook last van zogenaamde non-motoren symptomen, zoals bijvoorbeeld slaapstoornissen, stemmingstoornissen. En een hele interessante voor mijzelf is constipatie. Dat is namelijk een veelgehoorde klacht van Parkinson-patiënten en die treedt soms al jaren voor de diagnose, tot wel 20 jaar voor die tijd op. Nou, daarnaast vinden we ook dat niet alleen de symptomen mogelijk vroeg in de darm beginnen, maar dat ook de pathologie bij de ziekte van Parkinson vroeg in de darm begint. En de pathologie die bestaat eruit dat we misvormingen of misgevouwen alpha-synucleïne hebben. Dat is een eiwit dat bij ons allemaal voorkomt, wordt door het lichaam zelf aangemaakt. Op het moment dat het eiwit misgevouwen is, gaat dat samenklonteren. En als dat gaat samenklonteren, dan maakt het eigenlijk zenuwcellen ziek. Daar kunnen die zenuwcellen niet zo goed tegen. En wat we vinden bij Parkinson-patiënten is dat die samenklonteringen niet alleen in het brein voorkomen, waar we het natuurlijk verwachten, maar dat die ook bijvoorbeeld in het zenuwstelsel van de darmen voorkomen. En dat vinden we niet alleen bij Parkinson-patiënten, maar dat wordt ook al gevonden bij mensen die nog geen Parkinson hebben, maar het laten ontwikkelen. Er is een Deense studie naar gedaan bij mensen die de ziekte van Parkinson hadden op dat moment, maar waarvan jaren daarvoor al bijvoorbeeld darmweefsel is afgenomen. Dus hebben we eigenlijk twee dingen gevonden. We zien dat de symptomen van de ziekte van Parkinson in de darm mogen beginnen en we zien dat de pathologie mogelijk daar begint. Dus is er het idee dat mogelijk die hele aandoening misschien wel in de darmen begint en zich langzaam verspreidt naar de hersenen. Er is namelijk een zenuw, de tiende hersenzenuw, de nervus vagus, en die verbindt de darmen direct met het brein. En het idee is dat die pathologie, dat die misgevouwen eiwitten, langzaam via die nervus vagus omhoog gaan. En daar is ook wel wat bewijs voor gevonden. Zo vinden we onder andere bij mensen waarbij die zenuw is doorgeknipt, wat vroeger een nogal ruwe behandeling was voor maagzuur eigenlijk. Gelukkig doen we dat niet meer, want daar hou je heel veel klachten aan over. Maar die mensen hadden wel één voordeel. Die hadden als voordeel dat ze een minder hoog risico bleken te hebben op het krijgen van de ziekte van Parkinson. En ook bij muizen is deze route aangetoond. Op het moment dat we zelf misgevouwen eiwitten van het alpha-synucleïne vormen en dat injecteren we in de maag van muizen, dan zien we ook dat dat via die nervus vagus naar het brein gaat en die muizen ook een soort van Parkinson eigenlijk krijgen. Dus we hebben een heel goed idee dat in ieder geval bij een deel van de patiënten de ziekte mogelijk in de darm zou kunnen beginnen. En als we denken over de darm, dan denken we natuurlijk ook meteen aan de darmflora, want die heeft daar een belangrijke rol bij.